Toen ik ambassadeur werd, wist ik één ding. Ik moet een statement hebben naar Nederland. En dat heb ik nu letterlijk gemaakt. 3, 2, 1. Ik wil gewoon laten zien dat het mbo een plek is waar mensen zich uit kunnen ontwikkelen en eigenlijk uit kunnen vormen, letterlijk. Zoals het er ook uitziet. Het beeld is van metaal, of het ziet er in ieder geval uit alsof het van metaal is gemaakt. Dus het is bikkelhard, het is gepolijst, het is stoer. Nou ja, alles waar ik aan moet denken als ik aan mbo-leerlingen denk. Dus ik vond het wel een hele mooie verpersoonlijking van het talent, in dit geval de winnaars. Die mbo'ers gewoon zijn. Ik vind het een prachtig initiatief van Kilian. Vakmanschap zie ik daarin terug. He, dus ook een beeld, dat je daar ook een beeld bij hebt van wat nou precies vakmanschap inhoudt. En dat we dat ook gewoon een prominente plek in Nederland gunnen en geven, zodat ook anderen daarvan kunnen genieten. Ik denk dat de afgelopen periode de waardering voor het mbo steeds is toegenomen. Dat zien we gelukkig ook. En dat we het besef met elkaar nu uiteindelijk hebben dat goed opgeleide vakmensen de kurk zijn waar onze samenleving op drijft. Dus het feit dat we dat nu fysiek luister bijzetten door een echt standbeeld, ben ik ongelooflijk blij mee. Werd tijd, zou ik zeggen. Het succes van ons als Nederland komt omdat we staan op de schouders van mbo'ers. Dus zo'n standbeeld is eigenlijk voor ons elke keer weer een goede herinnering hoe belangrijk deze groep is. Die zichzelf kunnen ontplooien, wat van hun leven kunnen maken en kunnen bijdragen aan een nog mooier Nederland voor de 21ste eeuw. Ik denk dat het standbeeld staat voor bijna die 500.000 mbo-studenten. Mega belangrijk onderwijs. En ik vind het ook een grote eer dat hij eerst even in het stadhuis van Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe, dat hij daar even mag staan. En dan gaat hij heel snel verder via natuurlijk het prachtige Aventus mega belangrijk onderwijs hier in deze regio. En op de Laan van de Mensenrechten, en dat is heel erg leuk, want we hebben daar een enorme mooie, dat noemen wij de High Street, waar het mbo in al zijn facetten ongelooflijk duidelijk naar voren komt. Dus dat is prachtig. Ik vind het heel gaaf. Ik had niet verwacht dat de reacties zo zouden zijn. Ik altijd als je iets laat zien aan het publiek wat je zelf hebt gemaakt en je energie in hebt gestopt, dan ben je altijd een beetje bang of mensen de imperfecties zien. Maar ik ben blij dat iedereen ging klappen en dat iedereen enthousiast was. En dat ik daarna ook nog mensen selfies zien maken met het beeld. En dat is gewoon heel tof. Dan weet ik dat mijn taak erop zit, zeg maar.